Laat mij daar dit van zeggen, meneer Vlaar. Zoals de actiegroep aangeeft dat er problemen zijn. En ze hebben hun problemen gedeponeerd bij de minister. De minister is bezig met de oplossing. En ik vind dat ik de minister de ruimte moet bieden om in alle rust die oplossing te bewerkstelligen. Ik ben niet degene, ik ben niet de persoon die, omdat collega's over me hebben gesproken, dat ik dan collega's in de pers ga bespreken. Dat is niet netjes. Als ik ook over iemand praat, dan moet die persoon erbij zijn om zich te kunnen en mogen verdedigen. Dus daarom lijkt het me niet juist om zaken over collega's te bespreken in de media. En die persoon is er niet bij. U begrijpt mij wel, hè? Ja, ik snap u wel. Oké, okay, maar... Als twee mensen een probleem hebben, dan moeten de mensen bij elkaar zitten en dan over het probleem praten. Dus nogmaals, de minister is bezig. En als de minister de hoofdverantwoordelijke is van het ministerie en zij werkt aan een probleem, aan een oplossing, dan moeten we haar eerst de ruimte bieden. Het enige dat ik heb gedaan als directeur, ik heb hier een directeursfunctie en ik ben hoofdverantwoordelijke voor de school. Ik voer het beleid van het ministerie uit. Als er werk- en plichtverzuim te constateren is bij collega's, dan moet ik dat rapporteren. Het al dan niet treffen van maatregelen door het ministerie, dat bepaal ik niet. Dat is het ministerie. Het ministerie is ook mijn werkgever, hè? Of tenminste de minister met haar hoofden. Dus ik kan daarover niet zeggen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar de beschuldigingen waren meer over de communicatie tussen directie en werknemers. Ja, maar als ik zeg, als de communicatie, als dat het probleem is van de leraren en ze hebben een probleem gedeponeerd bij de minister, bij de verschillende hoofden, en zij werken aan een oplossing, dan moet ik ze de ruimte bieden. Oké, okay. Maar wat we als samenleving wel zouden willen weten is, nu is er een bepaalde situatie ontstaan. Er is een verstoring gekomen in de communicatie. Er is een deel die niet tevreden is. Kan dat hersteld worden? Meneer Roepraal, waar er gewerkt wordt, kun je altijd meningsverschillen hebben. Wat voor mij belangrijk is, dat je als volwassenen met een probleem omgaat en professioneel je opstelt aan je werk, op je werk. Als je weet wat je beroep is en wat de taken inhouden en u kwijt hoe goed van de taken, kan het nooit een probleem zijn. Ja, maar nu is er... Ik moet nog professioneel opstellen. Maar er is dus niet een verstoring in de werkrelatie. Dat kan natuurlijk altijd nog hersteld worden. Het hoeft niet eens hersteld te worden. Het is er nooit geweest. We hebben normaal vergaderd. Als leraren niet met elkaar kunnen opschieten, wat zij altijd hebben, ook in een gezin heb je dat. Maar er was een situatie waarbij u weer bent aangesteld als directrice, toch? Als we zeggen weer bent aangesteld, dat betekent dat ik er weg was. Maar nogmaals, ik wil daarover nog niet in detail treden. De minister moet ruimte krijgen om haar werk te doen. Ze heeft haar werkwijze, ze heeft haar inzichten, en dan moet ik daarop wachten.